Hi, ik ben sinds 5 jaar architect. En wat me de afgelopen 4 jaar het meeste opvallen is, is de manier hoe mensen reageren als ik vertel dat ik architect ben. In Friesland zeiden ze, oh leuk, interieurarchitect. En dan zei ik, ik landscapen, ik doe onderzoek naar de waarden en ik bouw ik nog. Oh, maar er zitten toch alleen nog maar mannen in de bouw, zeiden ze dan. En als ik buiten Friesland kom en ik daar vertel dat ik architect ben, dan snappen ze dat wel, want vrouwen in de bouw is daar volle gewoner. Maar dat ik dan architect in Friesland ben, dat snappen ze dan helemaal net. Want ze zeiden ze, ja, in Friesland, daar ben ik toch alleen nog maar boeren. En dat is ik zo. Want eigenlijk ben ik zelf de grootste boer. Ik ben namelijk de boerendochter. Dit ben ik, bij mijn huid op een jerappelrooier. Mijn huid hier namelijk een jerappelbedrijf op Zwarte Wan, een borkerij. En hier is dus een borkerij. En mijn boetenste rone, dat is de zeediek. Dit is de Nijbeldiek. En achter die zeediek, daar bevindt zich de Waddenzee. En toen ik het zien in Lien ongeveer op het TU in Delft kwam, toen viel ik me eigenlijk een grote boer. Want ik hier eerst HTS dien en ik stroomde dus samen in het tweede jaar. En ik zit tussen al je studenten die al je kwamen uit de grote stad of uit Vierde Land. En ja, voordat ik in het Corsés of een peer, toen zijn ze al hier al van, hey, daar komst uit het noorden. En ze dienen me natuurlijk heel het nooi, want misschien ken je het programma Saaiwol, of met Pien en Bianca. En ja, dat liep een beetje op mijn accent. Dus toen vonden ze dat leuk om dezelfde opmerkingen te maken. Ja, ik vond het op zich wel lastig. Want ja, ik vond ik dat ik hip was en cool. En ik vond ik dat ik minstens even interessante dingen kon vertellen over hun. Over de urban villa, dat dat helemaal fantastisch zou wezen. Alleen nog, ik voel natuurlijk gigantisch door de maand. En vooral toen ik vregen werd om foto's te maken van mijn jeugdherinneringen. Ja, toen zie ik mijn foto's daar van het waad, de vogels en de skiep. Hing daartussen hun foto's van grote huizen in keurige wenstritten. Foto's van exotische landen en hele creatieve mede familieleden. Ja, en mijn foto's die hingen desa op het TU en een docent die roende langs en die ik zeg hem wat in de ooghoek als schön naar mijn foto's en hij bleef steen en hij zuchtte, hij zei, wat komt zo uit een inspirerende omjouwing. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wierde gewoon stil van, want ja, het waren misschien net zo drok, de foto's. Het waren net zo expressief, de foto's. Maar het waren wel foto's die een bepaalde rust uitsprutsen. Een bepaalde kracht hier. Dus, ik zeg mijn eigen foto's. Oh, en dit weer klei. En ik zeg de vogels. Ik zeg de gelaagdheid van het wandelandschap. En ik zeg natuurlijk een prachtige beeldse lucht op de skiep, op een zeediek. Ja, toen ging ik naar huis daar en toen zie ik in de trein, en dat wie ongeveer elke week vierroeren een trein reizigen naar Lyout of Zwarte Wanne. En toen, waarom naar huis, toen dacht ik, ja, ik ben misschien een boer, maar ik kom wel uit een inspirerende omgeving. Alleen, ja, dan komst thuis en dan just ze stoot het oors, maar de mensen om die hinnen, die zeggen het nog net al je oors. Want die zeggen nog steeds. En dan wist het, want toen heeft het ik station. Dus hoe brengst u nou bij die mensen, hoe vertelt het hun nou? Want ja, hun wien er natuurlijk net bij. Maar hoe zegt nou ze hun dat de kwaliteiten van hun landschap, dat het stil is, dat het te donker is, dat het te leeg is, dat het ik prachtig kan wezen. Ja. Dat is iets waar ik dus mee bezig heb gewoon. En dan vooral met het landschap, net alleen nog de Waddenzee en de eiland, maar ik het Waddengebied. Dus het voormalige Westego en Oostego.
Als je deze foto nog zegt, dan denk je, goh, er is helemaal niks. En dat is misschien zo fantastisch. Maar het is ook iets wat heel moeilijk onder woorden te brengen is. In Nederland moest je vaststellen, alles is omschreven. In nota's, structuurvisies, bestemmingsplannen, welstandsnota's. Overal zit dat in over wat er wil en net mooi. Maar er wordt nergens iets zijn over wat de kwaliteit van het landschap is en wat die kwaliteit waardig is. Want hoeveel is deze openheid waardig? Want openheid, juist hard de mensen zeggen, ja, het waait hier ook altijd. Maar het is ook prachtig, want je hebt gewoon 40 kilometer vrij zicht soms. En dan heb je dan te maken met openheid en dan worden nooit toch door nieuwe ontwikkelingen in Friesland, duurzame ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld windmolens. En dan denk je, ja, je kan net zo'n windmolens wezen. Maar aan de andere kant, het is een van onze grootste kwaliteiten. En die windmolens, omdat het hier zo open is, tasten die open niet wel aan. Nou, bijvoorbeeld, ja, je kan het haast net zien, maar dit is de mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee. En die mosselzaadinvanginstallaties die zorgen ervoor dat we tegenwoordig duurzame mosselzaad kunnen opvangen. Dus dat we net meer hoeven te schrapen over de bodem, maar dat we dus met installaties dat zie je het kunnen vangen. Het is een duurzame ontwikkeling, maar het tast die openheid ik aan. Wat is die openheid uswurg? Nog zoiets. Wij wonen in een ongelooflijk vruchtbare streek in het noorden van Friesland. En die vruchtbaarheid die het dus grut maken. We winnen rond 1000 na Christus een van de grootste, belangrijkste delen van heel West-Europa. Mijn huid is al of de generatie boer en het altijd boer west bij seks bierm, jeste bierm. Nu is die boer in beeld. Nou, wat volgens mij ik hartstikke vruchtbare groen is. Maar zo zei, nee, dat is in seks bierm te vinden. Dat is de vruchtbare groen. En nu kist het ik schön, omdat ter de laatste tijden komen er steeds meer biologische boeren daar hun bedrijf houden. Alleen, wat doen we ik? We hebben daar zaad en we hebben gas. En dat winnen we, waardoor die bodem zakt. En die bodem die tuzende jaren en het wetten wat tuzende jaren altijd van links naar rechts ging, gaat nu in één keer van rechts naar links. Dus die hele waterstructuur is in de laatste decennia gewoon verloren. Wat heeft dit voor effecten voor de vruchtbaarheid van onze groen? Wat is u dat waardig? Iets anders. Het is hier donker. Het is hier donker in het weddengebied. En donkerheid is iets wat voor u misschien heel gewoon is. Maar in Nederland, wat eigenlijk een van de landen is waar de meeste lichtvervuiling is van heel West-Europa, is donker, dat het donker is, is net heel gewoon. Wij kennen jongens de sterren zien, maar de helft van de Nederlanders in Nederland kennen de sterren jongens net zien, of bijna nooit. En dat vind ik dan wel jammer. Wat is dus dat nou waardig, die sterren zien? Maar ontwikkelingen die donkerheid aantasten, bijvoorbeeld staat we nu doggen met wandglas in Seksbierum in Oosterbierum, ja, dat maakt we wel hoe nooit denken, want het is een kwaliteit. Hoe fris is het hier? Daar staan we ook niet altijd bij stil. Maar meesten komen uit Brabant of de Randstad hierheen als ze last hebben van astmatische klachten. En dat ja, dat stel je eigenlijk net bij stil, maar 12 miljoen mensen in Nederland het last van astmatische klachten. Dus die zijn kortademig en die hebben piepend op het borst. Ja, al die mensen die ben je natuurlijk hartstikke welkom. En ze zullen in één keer die hele krimp oplossen natuurlijk. Maar wat doen wij met genoom? Wij bouwen een afvalverbrandingsoven. En we weten nog steeds net hoeveel schadelijke stoffen die maar zich mooi brengt. Hoe stil is het in het Waddengebied? En stil is krijg zoals de romte. Bij stil, het is mensen zoiets van ja, het is stil, er is niks te doen. Dan wil het net zeggen dat
stil niks met zich meebrengt. Maar stil kan ik wezen, dat is ik iets bijzonders. Want na al die cijfers is dit nog het meest indrukwekkende cijfer. 5 miljoen mensen in Nederland het continu last van geluidshinder. Voornamelijk door vliegtuigen maar en auto's. Nou, hier in Friesland heb je haast geen last van geluidshinder. Alleen nog, we staan er ik net bij stil, dat is van die geluidshinder gewoon deerkist gaan. 600 mensen per jaar gaan deer, omdat ze dus de hele dag bleed staan om geluidshinder. Door die geluidshinder krijgen ze stress, hart- en vaatkwaal. Dus ik denk dat je de nooit stilte wel een stuk meer waarderen als je dat weet. Nou, ik ben dus architect. En wat doe je met al die gegevens als architect? Ja, dat, voor mij is het dus van belang om mensen zoals Jim en Oero, plattelandsvrouwen, squalben, om die bewustwording te krijgen van die kwaliteiten en gegevens. En dat misschien ik wel wat wurg binnen die kwaliteiten. Dat kun je doen door bijvoorbeeld een lezing te gaan. Of ik jou wel eens een interview. Ik vind het leuk om dingen te bouwen. Want ja, ik ben architect. Dus dit is bijvoorbeeld een installatie waar ik eigenlijk, dat heet Wetter, Loon en Loft. Waar ik eigenlijk de mensen bewust wil maken van, ja, we hebben een strijd geleverd door het wetter. We hebben een loon met heel veel diversiteit en met heel veel lagen. Maar we hebben ook de mensen met een loft. Maar wat ik doe, is praten met bestuurders. En met hun afspraken maken of nieuwe kansen en mogelijkheden proberen te genereren. Nou, dat is net makkelijk. Maar bijvoorbeeld, ik ben nu al een aantal keren bij het wetenschap om tafel geweest om te zeggen, jongens, waarom bouw je me zulke lelijke gemalen? Het is iets waar we grutsko binnen. Het is iets wat de wettenstructuur, dat het dus grut maken. En wat doen we? We zetten containers met bouwhekken en lantaarnpalen in het landschap. En daardoor verrommel je hem als instituut het landschap, terwijl je hem graag wil, dat de mensen en de burgers voelen wat je mee bezig bent. Of ik jouzelf het goede voorbeeld. Door bijvoorbeeld, nou ja, ik weet niet of het een goede voorbeeld is, door gewoon een krottenkeping. Dit is ons huis, dat hebben we in 2009 gekocht. En wij hebben het huis gewoon gebouwd met het idee van waarop nij. Helemaal verbouwd. Want ik zei van ja, er is eigenlijk al genoeg huizen gebouwd in Friesland. Dus laten wij zien dat ik een oud huis, het Njochtje 24, helemaal kan voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit huis is dan ik, nou het oud is, is het ik helemaal gasloos. En dat kan. Waarin ik hier dan misschien een beetje ervaring uit de boekjes leert, maar Sjoerd heeft nog nooit eigenlijk een huis verbouwd. En we hebben het dus door middel van mensen te vragen die ons dan 1 of 2 dagen kwamen helpen, hebben we dat gewoon zelf geleerd. En daarop heb ik nu een soort met lesprogramma's kreun, waar toch iedere Fries die ooit ambitie heeft om zelf een keer een huis te verbouwen en te verbouwen met het idee van de toekomst, dat hij dat zal kunnen doen. En dat hij daar les en hulp in kan krijgen. Nou, ik vind het dus ook belangrijk dat de dingen die ik maandje, dat hij dan ik iets vertellen over die herinneringen, over het landschap, over de omjouwing. En dat probeer ik dan te doen ja, binnen de marges van de leegte. Want je hebt wel terug, er is net zo vol wat nog kan. Dit is dan bijvoorbeeld een BM-tour. Dit heb ik maken voor Aquasoe, dat is een speeltoren. En wat ik zo leuk vind aan dit ding, is dat het is een BM en het heeft helemaal geen wattels. Maar doordat het wat doet met de vogels, met de band, met de omjouwing, krijgt zo'n BM eigenlijk automatisch wattels. Dit is bijvoorbeeld een installatie die ik gebouwd heb van het Fries Museum. En dat ging over de overval. Ik een stuk geschiedenis op een blokje spoort. En net het verhaal, maar ik de installatie, het gevoel wat die opwekte, terug die houten dwarm, die tjun, dat stiel ontslaan, dat jouw gewoon het gevoel dat je onveilig viel en onzeker. En dat is ik iets wat die mensen hier in die de oerval hem mooi maken, want die winnen misschien wel vrij, maar ze winnen ik net echt vrij. En tenslotte, dit is correct opleverd. Hij zit dan in kleurtjes op Blauwe Zee. Dit is een visrestaurant op Blauwe Zee.
waar ik het gewoon belangrijk vind dat de gewone meisken ik kunnen proeven wat de wanzij te bieden heeft.